Alleen Jezus Christus redt. Zij zal een zoon ter wereld brengen en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk van hun zonde redden. Matteüs 9 voor half 2. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3 vers 16. Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14 op 6. Is ook geen redding in een ander, want er is geen andere naam onder de hemel aan de mensen gegeven, waardoor we gered moeten worden. Handelingen 4 vers 12. Want ik heb u in de eerste plaats gegeven wat ik ook heb ontvangen, hoe Christus voor onze zonden stierf volgens de schriften, en dat hij werd begraven en dat hij op de derde dag weer opstond. Volgens de schriften 1 Korinthe 15 op 3-4. In wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van zonde, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, Efesië 1 vers 7. Er zijn vier waarheden die we volledig moeten begrijpen. 1. God houdt zoveel van je. Hij wil dat je met hem eeuwig leven in de hemel hebt. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3 vers 16. Hij wil dat je een overvloedig en zinvol leven met hem hebt. De dief komt niet, maar om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben. En dat zij het in overvloed zouden kunnen hebben. Johannes 10 over 10 ochtends. Ondanks dit ervaren veel mensen geen zinvol leven en zijn niet zeker of zij eeuwig leven hebben, omdat 2. De mens is van natuur zondig. Daarom is hij afgescheiden van God. Allen hebben gezondigd. Want allen hebben gezondigd en ontberen de heerlijkheid van God, Romeinen 3 vers 23. Want de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. 1 Timoteüs 6 vers 10. Het los van de zonde is de dood. Want het loon van de zonde is de dood. Romeinen 6 vers 23. De Bijbel specificeert twee soorten dood, fysieke dood. En zoals het de mensen is opgedragen één keer te sterven, maar daarna het oordeel, Hebreeën 9 vers 27. Geestelijke dood of eeuwige scheiding van God in de hel. Maar de bevreesde en de ongelovige en de gruwelijke en moordenaars en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars. En alle leugenaars zullen hun deel hebben in de poel die brandt van vuur en zwavel, dat is de tweede dood. Openbaring 21 op 8. Als de mens van God is afgescheiden vanwege zijn zonde, wat is dan de oplossing voor dit probleem? Denken vaak dat de oplossingen zijn godsdienst, goede werken en goede manieres. Maar er is slechts één oplossing van God. 3. Jezus Christus is de enige weg naar de hemel. Dit is Gods verklaring. Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14 op 6. Hij betaalde de volledige straf voor onze zonde. Want ook Christus heeft ooit voor de zonde geleden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, om ons tot God te brengen. Ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, 1 Petrus 3 vers 18. In wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van zonde, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Efesië 1 vers 7. Hij heeft de belofte van eeuwig leven.
Hij die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, en hij die de Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Johannes 3, vers 36. Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Romeinen 6, vers 23. Vier. We moeten in Jezus Christus geloven om redden te worden. Onze redding is dankzij de genade van God door geloof in Jezus Christus. Want door genade bent u gered door geloof, en dat niet uit uzelf. Het is de gave van God niet uitwerken, opdat niemand zou opscheppen. Efezië 2 vers 8 tot 9. Want iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Romeinen 13 over 10 ochtends. 'T Gebed van de zondaar. Bid dit met geloof, Heer Jezus, dank u dat u van mij houdt. Ik behees dat ik een zondaar ben en ik vraag uw vergeving. Dank u voor uw dood aan het kruis. Begrafenis en opstanding om voor al mijn zonden te betalen. Ik vertrouw u als mijn Heer en Heiland. Ik accepteer uw geschenk van eeuwig leven en ik draag mijn leven aan u over. Help me om al uw geboden te gehoorzamen en in uw zicht te zijn. Amen. 'T U op Jezus Christus hebt vertrouwd, is u het volgende gebeurd, nu hebt u eeuwig leven met God. Dit is de wil van hem die mij heeft gezonden, dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven mag hebben en ik zal hem op de laatste dag opwekken. Johannes 6 vers 40. Al uw zonden zijn betaald en vergeven. Verleden, heden, toekomst. Maar deze man ging, nadat hij voor altijd één offer voor de zonde had gebracht, aan de rechterhand van God zitten, Hebreeën 10 vers 12. Jij bent een nieuwe schepping in Gods zicht. Het is het begin van je nieuwe leven. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel, oude dingen zijn voorbij gegaan, zie. Alle dingen zijn nieuw geworden. 2 Korinthe 17 over 5. Je werd een kind van God. Maar allen die hem ontvingen, aan hen gaf hij macht om zonen van God te worden, zelfs aan hen die in zijn naam geloven. Johannes 1 vers 12. Goede werken zijn geen manier voor ons om gered te worden, maar een bewijs of vrucht van onze redding. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, waarvan God tevoren heeft verordend dat wij daarin zouden wandelen. Efezië 2 vers 10. God zegene je.